Soestdijk. De laatste jaren kun je het bezoeken en zie je vooral de meer representatieve kamers. Wij zoeken naar het gewone leven ten paleize. Het is een heel leefbaar, een leefbaar huis. Je woont niet in een paleis, maar je woont echt, het is een familiehuis. En daar leent het zich goed voor. Als u hier staat, dan overkomt je iets. Dan denk je, ja, dit is toch een beetje sober. Vindt u niet? Eenvoudig, hè? Ja. Toch is het echt de stijl van prinses Juliana. Zij hield absoluut niet van opsmuk. Zij hield van hele gewone, normale dingen. Ik vond het mooi dat koningin Juliana de eerste verjaardag met de kinderen... met 600 kinderen, de eerste verjaardag na de bevrijding. Alle lagere scholen. Daar had de koningin uitgenodigd. Allemaal op Soestdijk. Ik neem u mee naar de kamer van de prins. Nee, dit was zijn werkkamertje. Ja, zijn werkkamertje. Maar ik dacht allemaal dat het veel groter zou zijn. Maar waar het familieleven zich afspeelde, dat was de bibliotheek, oftewel de huiskamer. En die is hermetisch afgesloten. Dus geen bezoeker komt daar eigenlijk. Een grote schouw was er met open haard en bankstel stond er. En wat stoelen en wel gezellig. Maar Juliane en Bennet, vooral Juliane, die waren vreselijk zuinig. Dus dat bankstel, dat vertoonde wel sleetse plekken. Maar die bank zat nog lekker. Dus Juliane zei, nou, waarom, hè? Moet ik een andere bank hebben? En daar lagen dan tijdschriften en kranten op. Dan zie je dat niet zo erg. Dan kan je dat best verbloemen. Ja, ze leefden sober. Ja. Ja, ze leefden beslist sober. Tot op de vloer kleden kon je dat ook zien. De staat, die nam het over, die zou voor het onderhoud zorgen. En Juliana en Bennet kregen tot hun dood daar woonrecht. Dus ja, dat was zakelijk. Ook adviseurs zouden dat verteld hebben tegen haar. Was dat heel handig. Maar naarmate ze ouder werden, moesten er ook nodig dingen gebeuren. Maar Juliana wilde geen werklui over de vloer hebben. Dus als er echt heel noodzakelijke reparaties plaatsvonden... dan gebeurde dat in de zomervakantie als ze in Port Ercole waren. Maar dan moesten ook echt alle werkmensen moesten dan de deur uit zijn... als Juliana en Bennet weer terugkwamen. Het gebouw was niet aangesloten op de riolering. Dat ging allemaal hop naar beneden en hop de grond in. In zinkputten of in kelders of wat dan ook. Zulke soort zaken hebben we proberen allemaal te verbeteren. Zeker compleet te vernieuwen of helemaal nieuw aan te leggen. Omdat het er niet was, zoals de riolering. De keuken zat hier, hè? Of zit hier? Nee. Toen ben ik daar geweest en dan ga je dat werk bekijken. En dan kom je achter het paleis en dan zie je dingen die heb je nog nooit gezien. Dan word je erop gewezen. Waar de keuken is, waar de problemen zitten. Dat je ervoor moet opletten dat daar de graven liggen van de hondjes van de prinses. Dat je daar heel voorzichtig mee om moet gaan. In welke zin bedoelt u? Dat die graven dus ongeroerd moeten blijven. Dus als je daar met een leiding in de buurt komt, dan moet je er onderdoor gaan of er ver omheen. Ja. Bernhard, die gaf er niet zoveel om die tuin, hoor. Maar prinses Juliane was echt hecht aan de tuin. Ja. Mijn standpunt was altijd... probeer je werk zo onhoorbaar en zo onzichtbaar mogelijk te doen. Dat heeft ook weer te maken met, je opereert in een woonhuis waar mensen wonen. En die staan de hele dag al en elke dag in schijnwerpers enzovoort. Geef ze gewoon die plek, die is van hun. Helemaal privé. Alle medewerkers van het aannemersbedrijf die eraan gewerkt hadden... die zijn hier toen uitgenodigd door prins en prinses en hier ook ontvangen. Erg leuk. Daar was u bij. Daar was ik ook mee. En het was heel verpand dat Juliane en Bernhard zoon ook onder de mensen met iedereen een praatje ging maken. En, ja, net je opa en oma. Ja. Ze was ook op haar best als ze op pad was. En ze ontmoette gewone mensen die ook gewoon tegen haar spraken. Ze had het doel dat naarmate je hoger wordt aangeslagen door iedereen... dat het ook een isolement betekent. En daar was ze wars van. Dat willen ze niet. Ze zei, dan kan ik ook moeilijk meer echt landsvrouwen zijn voor iedereen.
Maar u mocht toch nooit tegengesproken worden, eigenlijk? Dat is niet waar. Nou, dan zal ik u eens wat zeggen. Nee, dat is niet waar. Dat ben ik mee eens. Dat is zeker niet waar. Dat heb ik nooit gehoord. Dat heb ik nooit gezegd. Mag ik even spreken? En als iemand ooit dat grapje maakte... ik mag niet nee tegen u zeggen. Dan werd ik echt kwaad. Dan zeg ik, dit is iets wat ik nooit geweten heb. En dat wrijft u mij aan. En dat is zo gemeen. Zo gemeen. Wil je meer? Abonneer.